Hey, hallo allemaal en welkom bij The Hardcore Begins. Weer op Minecraft. Na een lange tijd van een kleine tussenstop van The Hardcore Begins zijn we eigenlijk weer terug. Ik vind het echt amazing. Echt waar. Hier nog ijzer zitten. Holy crap. We hebben ijzer. Dat is ook diamond. Nope. Hoe maak je trouwens zo'n ding? Zo'n. Oh wacht, we hebben boeken. We hebben alleen geen diamond. En ook geen obsidian. Even kijken. Volgens mij is er natuurlijk ook 3 voor nodig. Oh wacht. Moet ik het wel goed doen. Maak je dat ook alweer? Ik heb dat nooit gemaakt. Ik moet. Nou, waarom werkt het nou niet? Oké, ik weet het niet. Ik ga het tussendoor een keertje opzoeken. Maar goed. Dan is een aanvul voor later. Het kan ook gewoon zijn dat ik hem helemaal verkeerd deed. Dat is iets wat ik eigenlijk heel erg goed van mezelf verwacht. Ik wil echt een keertje veel touch op mijn pickaxe. Maar goed. Wat gaan we doen? Ik denk dat wij het beste nu weer eventjes normaal gaan mijnen. Normaal gaan mijnen bedoel ik gewoon hier een dit dingetje. En dan. Nou, al klaar zit het wel. Laag 40. Ik heb alleen geen stars meegenomen. En die zou ik nog meenemen. Ik vertel als deze manier van cave echt hartstikke awesome. Ja, gewoon met een torch. Oh ja, ik was ook nog bezig met die muur. Holy crap, ik vergeet echt zo ontzettend veel dingen van waar ik al mee bezig was de laatste tijd. Ah, geweldig. Oké. Wat hebben wij nodig? We hebben nodig een heimboek. Hallo papier. Hallo extreem veel papier zelfs. Gewoon dit. Die, ja, de rest gebruik ik wel erg anders voor. Oh, nee, sugarcane's. Ik heb al gezegd dat jullie niet moeten groeien. Ik heb al een heel erg groot aantal sugarcane's. Ik heb alleen niet genoeg, wat nou? Van andere beesten, koeien. Holy crap. Dat het kan. Oké. Eerst 2 naar die kant. We moeten daarna eventjes alle dirt hier nog weg gaan lopen halen. Want er is namelijk geen spion go dirt dat daar zit. Oké. Okay. Er zit een spion go gerenderd in de wereld. Alleen het is geen spion go dirt. Dat faalt een beetje. Serieus. World. Loader. Wereld. Aanmaker. Er staat geen spioncode dirt bij. In opties die je erin wil hebben in de wereld. Die daar. Dat ook nog even allemaal weghalen. Dit is allemaal troep, alle dirt. Het is geen echt spionko. Oh fuck. Maakt niet uit. Het is in ieder geval geen spionko dirt, dus het mag er niet blijven. Ik vind het echt hartstikke goed hoe we al bezig zijn. 9. Hallo. En dit is nog meer dirt. Lekker.
We moeten trouwens echt die snelle weg gebruiken. Doen we het snelle weg. Dit is alleen eventjes zodat we kunnen makkelijk kunnen caven. Uiteindelijk zodat we een hele mooie cave hebben. Want deze hardcore is ook een klein soort bouwen voor mij. Ik heb erover nagedacht en hardcore samen met bouwen. Kans om dood te gaan tijdens het bouwen. Kans om dood te vallen tijdens het bouwen. Vooral dat. Als ik tenminste hoog ga bouwen. Dus kans dat er iets ontploft. Ik ga niets met redstone doen. Dat ontploft bij mij toch alleen maar. Dus. Zo. Mag ik die opeten? Hallo. Oké, die had twee naar achter. En dan gooien we hier gewoon cobblestone. Nou, ik vind het wel goed gaan. Mooi. Oh, for fuck's sake. Het zit achter vast. Komt het nog naar beneden? Nope. Oké. Nou ja, daarboven sta ik ook nog doen met trappetjes, maar dat doe ik later wel. En dan is het zo meteen eigenlijk tijd dat ik eens een keertje naar een echte cave ga. En waar ik mijn diamonds ook vandaan heb. En hier is de kool onder. Heerlijk. Want kool mag ik ook wel. Dat zal ik ook wel hier hebben. Een kool. Dat kan ook nooit opraken. Tenminste, ik, van mij moet kool nooit opraken. Trouwens, we kunnen wel iets met redstone doen. Dat zijn bijvoorbeeld redstone power drills. Dat ze gewoon een heel klein trekje hebben. Maar ja, dat zit dan ook. Die weg. En bedankt. Klein lag spike. Oké. Terug naar de snelle mijn. Nu is het leuk. Ik word hier een beetje gek. Gravel, ga weg. Oh ja, als jullie trouwens ook nog ideeën hebben van wat ik samen met Rens kan recorden, laat het weten, want we zijn met Feed the Beast bezig. Daar zijn we al bij aan begonnen, dat gaat leuk worden. Samen met Rens recorden is ook gewoon hartstikke leuk. Het is veel leuker dan met Nick, sowieso. Die begint ook al aardig goed te groeien. Mijn andere mijn is onder een boom. Niet hier, maar... Hier. Ook niet. Maar ze hebben een echte mijn dan. Oh, hier. Lol. Ga weg trouwens, liefs. Oh ja. Terwijl nu nog elke keer zombies hoorde ik toen hier. Want waar kom ik nou opgegaan? Niet hier in elk geval. Gewoon hier. Nu hoor ik geen zombies. Kan misschien dat ze hier vandaan kwamen of zo. Weet ik het. F3. Ja, ik sta echt boven een toort. Lijkt me rot gek. Ik zit nog maar op laag 41 hier. En bedankt en geluidje om me aan te geven dat ik in een cave zit. Oké, daar heb ik ook niks aan. Zucht. Oh, hallo water.
Zegt Water ineens, hallo Renier. Of nee, hallo Drew. En dan heb ik echt iets van, wut. Wat gebeurt er, Water? Waarom zeg je hallo? Je hoort niet te kunnen praten. Hallo Unbended Mineshaft. Ik had niet verwacht jou hier te zien. Oké. Ik wou even een deel stelen van die Unbended Mineshaft. Dan heb ik het over het ijzer en zo. Heb ik dan een zwaard? Ik ben zelfs zo dom geweest om geen zwaard mee te nemen. Ja, nu is het vooral handig een zwaard. Hier zitten natuurlijk een heleboel van die cobwebs en uiteindelijk ook voor die spiders. Waar ik niet aan dood wil gaan, wat het wel mogelijk is. Kak. Ik moet echt well prepared voor dat soort dingen gaan. Niet zo prepared als nu. Ja, zo. Oké, kak. Het lijkt alsof ik een skeleton hoor. Lava in de buurt hoor. Is spannend dat ik heb uitgenomen. Hallo. Hier zit allemaal niks meer. Wauw. Holy crap. Ik dacht echt dat er iets gebeurde toen ik dat dingetje brak. Dat stukje kool, maar dat was gewoon mijn verbeelding. Wauw. Ik schrok echt. Ik dacht er een zombie of zo ineens. Was. En bedankt dat ik er niet op mag komen. Even kijken. Juist. Heerlijk. Caven. Caven voor de win. Call voor de win. Level 24, 34 zelfs eigenlijk al. Nog steeds. Ik ben voor mij tijdens deze record sessie met level... level 33 begonnen. Dus ik ben wel omhoog gegaan. Heel weinig XP per keer, maar kan me niet zoveel schelen. XP is niet hetgene waar ik het liefste mee kloot. Eigenlijk wel, maar... Ik heb ook eten. Ik heb ook niet al niet eten bij me. Where is that little bugger? Nu ineens een creeper zal mijn dood betekenen. Ik moet echt een keertje gaan uitkijken met wat ik doe. Ik ben nu nog heel lekker aan het mijnen, maar... Is dat wel het beste wat ik kan doen? En daar gaat het zo meteen naar door. Oké. Ik heb een ondergronds waterpoeltje. Geclaimd, nog wel. Oké. Yes! Ik heb ook nog iets aan. Er zit hier gewoon ijzer. Oké,
Kom aan, mij in het ijzer, mij in het ijzer. Yes. Oké. We gaan naar F3, gaan we even kijken. Laag 52. We gaan gewoon even helemaal naar het gewone niveau. En hier zit kool. Oké, dat wil ik ook wel hebben. Ik hoorde net een kip. Ik zit zo dicht onder de bovengrond eigenlijk. Sinds ik nu met XP aan het farmen ben. Eigenlijk ben ik nu met XP farmen bezig, zoals ik net al zei. Want ja, ik hou hier kool vandaan. Fucking dicht bij de bovengrond eigenlijk. Ja, van kool krijg ik XP, maar ik heb al fucking veel kool eigenlijk. Dat weet ik uit mijn hoofd. Oké, cool. Ik ben niet zilver van mijn huis af.